Hi iedereen, welkom bij deze video. Ik haal deze video nu al. Gewoon om het feit dat weer spiegelt hoe dat mijn leven is gelopen, in elkaar zit en verder zal gaan. En dat is niet gemakkelijk voor mij. De titel is Depressie Mijn Leven, omdat niet veel mensen snappen wat een depressie eigenlijk inhoudt. Veel vrienden van mij zeggen, ja, kun jij niet gewoon gelukkig zijn? Was het zo simpel maar, weet wel. Ik bedoel, je kunt ook niet goed snappen wat het is om een depressie te hebben. Want, ik bedoel, dat is hetzelfde als een vrouw dat haar kind verliest. Dat is misschien een heel rare vergelijking, maar ik bedoel, iemand kan zeggen, ik ben mijn kind kwijt geweest. Of verloren. En ik kan daarop zeggen, oh nee, dat is kei erg en zo. Maar uiteindelijk, ik weet niet hoe erg dat is. Waarom? Ik ben geen vrouw en ik heb het niet meegemaakt. Dus ik denk dat iedereen dat anders ervaart. En zeker depressie ook, iedereen aanvaardt dat anders. Nu, ik ga proberen in plus minus 20 minuten mijn verhaal te doen. Als je denkt om hier geluk te vinden, om hier eens goed te lachen en zo, dan kun je beter wegklikken, denk ik, want deze video is beenhard, om eerlijk te zijn, vind ik persoonlijk. Natuurlijk, er zijn altijd ergere dingen in het leven. Ik bedoel, je kunt altijd mensen hebben dat in oorlog grootgebracht worden, of mensen dat moeite hebben met drinkbaar water te vinden en zo. Weet je, dat is ook allemaal heel erg en zo, maar dit is nu, daarom de titel weer al, Depressie, Mijn Leven. Het gaat over mijn leven nu. Dus ik zie dat ik al 2 minuten bezig ben aan het zagen. Dus ik ga eraan beginnen. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid als een gewillig kind. Mijn ouders wouden mij allebei. Ik was geen ongelukske of zo. Dus ik was echt gewild. Je moet weten, mijn pa had een eigen bedrijf en alles. Dus we hadden geld genoeg, aan geld geen gebrek. Wij woonden in een villa, ik had een zwembad in mijn tuin, ik had een hof waar dat ik dagen in kon verdwijnen, zo gezegd. Ik had alles wat ik wou. Nu, je moet weten, ik zat al met een paar dingen dan. Ik heb angstaanvallen en die angstaanvallen die komen echt uit random. Maar sommige dingen triggeren die angstaanvallen enorm. Lekker als bijvoorbeeld op plekken zijn waar dat heel veel mensen samenkomen. Het zijn scholen, uw werk zelf nog maar. Gewoon stomweg de meer op fucking Antwerpen. Festivals, toestanden, dat triggert dat enorm. Ik pak daar ook medicatie voor, maar die medicatie is totaal nog niet op punt. Dus je kunt nog niet willen dat is wat het moet zijn. Oké, maar we gaan verder in het verhaal. Dus ik ben dan naar het Sfeer gegaan. Dat was een soort testcentrum voor jongeren en zo, om te zien wat er problemen van waren. Dus dat was inderdaad iets. En hetgeen dat daar uitkwam uit die testen en alles, daar kwam uit dat ik een vorm van autisme had. Nu, mijn ouders hebben dat altijd afgeblokt. Die hebben gezegd, ja, dat is allemaal niet waar. En hij gaat niet meer naar het Sfeer gaan om verdere testen te ondernemen. En we gaan er ook niet meer verder op. Dus op deze manier bedankt ma en pa. Want wie weet had jullie wel aanvaard dat ik autisme had en zo. Had mijn leven er anders uitgezien? Eventueel, mijn leven had er... Ik had misschien naar een speciale school kunnen gaan waar dat ze daar rekening mee zouden gehad hebben, eventueel. En dat allemaal anders kunnen lopen. Maar kijk, weet je, goed, het is zo gelopen hoe dat het gelopen is. Dus dat is... Ja, oké, we moeten ermee verder. We kunnen niet meer teruggaan naar hoe dat het was. Dit is hoe het is. Dus dan om verder te gaan, gebeurde er nog iets cruciaal in mijn leven. En dat was, mijn ouders gingen scheiden. Nu, dat was heel moeilijk voor mij. Als ik weet dat er heel veel mensen zijn
met gescheiden ouders en zo. En dat vind ik ook erg voor jullie. Ik bedoel, niemand als kind zou dat mogen meemaken. Dat je in de week bij je moeder moet zitten en in de week bij je vader. Dat is verschrikkelijk. Dat is niet hoe dat het hoort, vind ik. Ik had beide nodig. Ik had mijn vader nodig en ik had mijn moeder nodig. En ik had dat niet op dat moment. Dus ik heb het daar heel moeilijk mee gehad. Dat is ook de periode dat ik het aan mijn maag ben beginnen krijgen. Gewoon die stress en die veranderingen. En ik kon dat niet aan. Ik ben een maagleider en zo. Dus je moet weten, ik had op een bepaald moment 3 maagzweren. Dus dat was heel gevaarlijk. Ik heb daar heel lang medicatie voor moeten pakken en zo. Want zoveel maagzweren, dat is niet echt oké. Nu, goed. Alles en wel. Dus uiteindelijk, ja... het huis waarin we woonden, die villa, moest verkocht worden. Want ja, ons ma was maar... Die, allee, in die tijd werkte die nog niet, omdat die ervoor had gekozen om mij volledig op te voeden en zo. En mijn pa verdiende met zijn eigen bedrijf geld genoeg. We hadden helemaal geen geldnood of geldproblemen in die tijd moeten weten. Dus we konden er niet blijven wonen, maar het huis stond te koop. En dat huis, ik weet wel, een villa in Sint-Niklaas, dat is, dat kost veel geld. En zo, en dat huis werd niet in 1, 2, 3 verkocht. Dus ik heb daar nog wel wat jaren gewoond, vooraleer het eigenlijk echt verkocht werd. Nu, oké. Hetgeen dat ik dan ben begonnen doen was het enige dat ik met mijn pa ooit gemeen heb gehad eigenlijk, dat was go-karten. Zo met die autokus racen, niet binnen tegen 30 of 50 per uur, maar buiten. Buiten tegen 120 per uur op circuits van Bariambour, Genk, Francorchamps en zelf, we zijn zelf naar Italië geweest om races te rijden en zo. Ik was daar ook vrij getalenteerd in, moet ik zeggen. Mijn coach zei dat toch altijd. En om den duur werd ik ook gesponsord door Sparco. Sparco, dat zijn van die racepakken en zo. Helmen, uitrusting. Ik heb Sparco ook van uw kart en zo stukken. Dus dat hielp wel om competities te rijden en zo. Nu, dat ging allemaal goed tot een bepaalde race ergens in Italië. Waar ik een paar keer over kop ben gegaan. En mijn licht ging gewoon uit. Ik ben een paar dagen in de kliniek beland. En ja, ik ben in coma geweest een paar dagen. Nu, dat heeft niet echt veel aan mij veranderd of zo moeten weten. Maar ik werd wakker uit die coma. Dat was maar een paar dagen of zo, dus dat was niks super ernstig of zo. Maar ik werd wakker in een omgeving dat ik totaal niet kende, met een taal dat ik totaal niet sprak. En na een paar minuten is mijn pa en mijn coach en zo zijn dan binnengekomen en zo. En hebben mij de situatie uitgelegd wat er gebeurd was, want ik wist het gewoon totaal niet meer wat er gebeurd was. Dus ja, ze zeiden ook van kijk, je gaat niet meer competitief kunnen racen. Je hebt een fractuur aan je rug, waarmee dat ze u gaan afkeuren. Nu, ik wou dat niet geloven. Dus deze volgende race dat ik kon doen, allee, een training naar een race toe eigenlijk, probeerde ik nog te rijden. Maar die schokken van die go-car gewoon op dat circuit waren zo hard dat ik gewoon echt begon te janken aan pijn aan mijn rug. Ik kan dat niet aan. Dat is ook de reden waarom dat ik een speciale Secret Labs stoel heb voor mijn rug en zo. Ik heb een speciale zetel in mijn auto. En alles. Dus ik ben wel echt serieus bezig met mijn rug nu, want dat gaat gewoon niet anders. Maar toen was dat een enorme klap. Ik verloor het enige wat ik eigenlijk echt gemeen had met mijn vader. Verloor ik. En dat was het niet meer. En omdat ik niet meer competitief kon rijden, zelf nog maar gewoon in een kart rijden, ging niet meer. Dus hij stopte ook en wij verloren eigenlijk het enige dat we gemeenschappelijk hadden. Dat was go-karting. Nu, hij leerde een andere vrouw kennen, maar op zich mag ik bedoel. Je kiest dat natuurlijk altijd zelf. Maar hetgeen dat niet mocht, al ja, in mijn opinie is, hij koos die vrouw boven mij. Nu, er is een keer serieus naar Brazom geweest. Via mijn echte mama. Ikzelf, mijn pa en mijn stiefma dan.
En dat was niet echt oké, die ruzie. Dat was heavy stuff en zo. En sindsdien heb ik die mens nog maar één keer gezien, maar daar ga ik straks over verder babbelen. Nu, oké, dat was het kartingverhaal. Nu, uiteindelijk, zo verloor ik mijn vader eigenlijk gewoon, omdat, ja, we hadden niks meer gewoon en zo. Hij was constant bezig met die andere vrouw en ik zat daar echt maar gewoon bij voor als het vijfde wiel aan de wagen. Dat was eigenlijk een beetje hoe dat ging. Nu, voor de rest, het huis waarin dat ik en mijn moeder nog woonden, dat werd uiteindelijk wel verkocht. Dus we hadden zoiets van, ja, shit, wij moeten een huis vinden. En dat was waarin dat mijn stiefbroer eigenlijk in het spel kwam. Die zei van, hey, kijk, ik heb op de Antwerpse Steenweg in Sint-Niklaas nog een huisje staan. En daar kun je in wonen aan een low price huur. Dus dat was allemaal keigoed en zo. Ons ma zag dat zitten. Ons ma dan ook maar werk als kuisvrouw. Dus alleenstaand een kind opvoeden van 10, 12 jaar en zo. Het is niet evident en zo. Ik zeg het, ik heb respect voor iedere moeder dat haar kind zelf grootbrengt. Want dat was heel moeilijk. Dat was moeilijk financieel, dat was moeilijk mentaal. Want hoe moeilijk dat jij het ook hebt, je kind is er ook nog. Je moet altijd blijven lachen voor je kind. Je moet er altijd zijn voor je kind. En dat heeft mijn mama op zich in heel goed gedaan, eigenlijk. Dus nogmaals, bedankt mama. Ik weet dat je deze video niet zult zien, maar toch wou ik zeggen bedankt. Voor de rest, mijn leven ging eigenlijk verder als het lager onderwijs was gedaan. Dus ik moest naar het middelbaar gaan. Nu, je moet weten, ik kwam uit het middelbaar met 5,96%. Dus ik kon eigenlijk gaan studeren waar ik eigenlijk gewoon wou studeren. Zo zegt, wacht even, ik ga even drinken. Maar door mijn autisme, doordat ik niet kon stilzitten en zo, ging dat niet. Dus ze zeiden, weet je wat jong, ga jij gewoon naar een vakschool. Dus ik ging naar VTS 2. VTS is gewoon een vakschool zoals GTI en Beveren ofzo. Er is niks speciaal aan die school, het is een gewone school. Nu, ik haat de school. Ik werd gepest op school. Ik vond school echt gewoon verschrikkelijk. Elke dag daar was een hel. Het kon mij ook gewoon niet boeien. Alles wat ik daar leerde was iets dat mij gewoon echt niet interesseerde. Maar er was wel iets dat me interesseerde en dat was toen mijn buurjongen. Niet op de verkeerde manier denken ofzo. Maar die jongen die BMX'te. Dus die deed een sport. En ik ben een keer beginnen babbelen met die mens. En dat is eigenlijk een hele goede vriend geworden. En ik leerde iedereen kennen van het skatepark in Sint-Niklaas. Nu, het skatepark in Sint-Niklaas. Ik woonde op de Antwerpse Steenweg. Hier was mijn school en hier was het skatepark. Dus dat lag allemaal kei dicht tegen elkaar. Dus ondanks mijn rugfractuur kon ik BMX aan met mijn rug. Pas op, ik moest gedurende de tijd wel genoeg rust nemen en zo. Maar dat was het probleem allemaal niet. Dus ik nam gewoon rust af en toe. En ik kon BMX'en. En ik werd een beetje verslaafd aan BMX. Het werd zo erg dat ik thuis kwam van school, mijn rugzak van school gewoon wegsmeet. Iets at snel en mijn rugzak om te BMX'en pakte. En dat was mijn leven voor gedurende, pakt weg van mijn 12 jaar tot mijn 16, 17 jaar. Ongeveer, ja, zoiets. Zelf 18, maar dat weet ik niet. Maar pakt 17. Nu, dan gebeurde er iets dat ik niet had verwacht. Mijn leven was op die moment wel oké. Ik had nog altijd alle ziektes waar dat ik nu nog altijd last van heb en zo. Dat is het probleem niet. Maar ik had het skatepark. En het skatepark, dat was voor mij mijn way out of the world. Snapte? Ik was niet constant bezig met hoe shit de wereld was voor mij. Of mijn ziektes, of dit of dat of zo. Of mijn rugklachten. Nee, daar was ik allemaal niet mee bezig. Ik was gewoon bezig met, kijk, ik wil gewoon fietsen. Ik wil me amuseren. En dat is het. Meer was er voor mij in mijn leven niet dat ik wou doen op die moment. Nu, het gebeurde, ik verloor alles wat mij op die moment weer dierbaar was. Ik verloor het skatepark. Het skatepark in Sint-Niklaas is tot de grond afgebrand door
een stomme menselijke fout. Daar heeft niemand aan kunnen doen en zo. Maar op die moment ben ik echt in een put beginnen vallen. Gewoon omdat alles wat ik had, hetgeen dat mij interesseerde en zo, werd mij weer eens afgepakt. Eerst mijn go-karting, nu mijn BMX. En ik kon niet meer BMX'en, want ja, er was geen skatepark. Als ik naar een deftig skatepark moest gaan, dan moest ik een uur in een auto zitten. Niet iedereen had ja, op 16-jarige leeftijd. Ik had wel wat oudere vrienden, maar die hadden allemaal geen auto of een grote camion of kamionet of zo om mensen mee te pakken. Dus dat ging gewoon niet. Moet je weten. Dus dat was serieus. Nu, daarbij kwam het probleem ook nog eens dat mijn stiefbroer zei van ja, kijk, ik heb geld nodig voor het een of het ander, dus ik moet dat huis verkopen. Dus ik en mijn moeder zijn eigenlijk een beetje uit dat huis gejaagd. Wij moesten keisnel uit dat huis. En toen hebben wij heel veel chance gehad en wij een huisje kregen van de sociale huisvesting, OCMW, hier in Sint-Niklaas, en wij konden daar gaan wonen voor een minimumbedrag ook, want ik zeg het, een alleenstaande moeder met een kind, ik bedoel, dan kun je geen huishuur van 700, 800, 900 euro op de maand ophoesten. Dat gaat gewoon niet, dat is onmogelijk. Dus ja, wij verhuisden dan, dus ik verhuisde van mijn o zo trouwe plek van school, skatepark en zo naar een totaal nieuwe omgeving. In het begin haatte ik die omgeving. Ik vond dat verschrikkelijk, die omgeving. Nu goed, het ging verder. Ik kon niet meer naar de VTS, naar school, want ik had toen zwart haar en piercings en toestanden. En de VTS is een katholieke school, dus ik werd daar buiten gegooid. Allee, het was of de keuze om mijn haar volledig af te doen en mijn piercings uit te doen en zo, en mij normaal te kleren. Of ik mocht niet meer terugkomen. Nu, mijn keuze toen als tiener, een beetje rebelleren en zo, was ja, ik heb dat niet nodig en dit en dat. Dus oké. Die school, dat was het niet meer. Ik woonde ergens anders. En ik ben dan naar de school gegaan hier in Sint-Niklaas op aan het Stadspark, het Koninklijk Atheneum. En het Koninklijk Atheneum, daar heb ik, ga lachen misschien, want ik heb op de VTS houtbewerking gedaan. Ik heb voedingverzorging gedaan op het Koninklijk Atheneum. Dus dat was iets compleet anders, maar ook, weet je, de tijd drong en zo. De VTS had mij dat keihard laten weten van, ja kijk, je mocht niet meer terugkomen. En ik had nog maar een paar dagen om mij ergens in te schrijven. Plus, ik was nog geen 18, dus dan zei het schoolplichtig. Dus ik moest iets doen. Het enige dat er nog iets of wat deftig leek, was voedingverzorging. Nu, ik heb daar veel geleerd, je kunt daarvan zeggen wat je wil, maar ik vind dat ze dat in elke school zouden moeten doen. Gewoon om het feit van, ik heb in voedingverzorging stomweg een wasmachine leren insteken, ik heb daar leren strijken, ik heb daar leren naaien, ik heb daar leren koken, ik heb daar eigenlijk heel veel geleerd dat ik eigenlijk nu nog toepaste. Want daarvoor, ik kon nog geen ei bakken of een patat schellen. Dus ik heb daar echt enorm veel geleerd, om eerlijk te zijn. Nu, dat bleef ook niet duren, dat verhaal. Want ik dacht op mijn 18, ey, ik heb school gewoon niet nodig. En ik was dan gestopt met school. Nu, als je stopt met school, ja, weet je, je krijgt niet direct geld. Je hebt rekeningen te betalen. Je moet iets doen. In het begin zat ik heel lang thuis. Maar dat was ook niet echt een ding gewoon om te doen. Je kunt dat niet blijven doen. Dus ik zocht een job. Nu, als net 18-jarige van school weg zonder diploma, is het verschrikkelijk om een job te vinden. Je moet aanpakken wat je kunt aanpakken. En ja, weet je, mensen verwachten dat je van school komt en direct al 10 jaar ervaring hebt en zo. Ja, dat stinkt nu niet. Nu, ik begon te werken bij het Kruidvat in Sint-Niklaas. Ik heb dat 3 maanden volgehouden, want ik vond dat verschrikkelijk. Eerst en vooral, ik vond dat verschrikkelijk omdat ik kon dat niet aan met mijn autisme. Gewoon al die mensen in dat drukke koopcentrum en zo, constant bij mij en dingen vragen en aan die kassa en boe, nee. Ik zeg het, als ik er al terugdenk, krijg ik nog rillingen. Ik mag dat niet doen, want ik word daar zot van. Dus dat was het Kruidvat. Ik heb daar dan 3 maanden gewerkt. Ik vond dat verschrikkelijk. Ze hebben mij daar dan ook gewoon
de bondsgegevens hebben mij daar gewoon ook ontslagen. Dat was nog wel een vrij vriendelijke baas. Die mensen zeggen gewoon van ja, kijk, we zien dan echt gewoon uw ding niet eens dat hier staat. Men is echt tot op de grond. Dus we gaan je gewoon ontslagen en dan kun je verder. Ik zei van ja, oké, dat is oké. Nu verder zat ik terug weer een tijdje thuis. En toen begon ik te werken bij mijn stiefbroer. Nu, ik had al niet zo'n goede band met mijn stiefbroer, ook gewoon omdat hij ons uit ons vorig huis had getrapt, zo gezegd. Dus dat was vrij hard om uw eigen stiefbroer en uw eigen moeder uit haar enige woons te zetten. Daar moet je cold-hearted voor zijn, denk ik. Denk ik dan. Maar oké, dat is oké. Is dat gebeurd? En ik ging werken bij die mens. Ik ging werken als magazijnier slash verkoper. Nu, ik moest daar veel meer doen dan dat. Ik moest daar camions laden, lossen, wat ook al verschrikkelijk was met mijn rug. Ik moest daar bestellingen nemen. Ik moest op de baan met een camion, terwijl ik echt schrik heb van de baan. Ik doe dat niet meer. Ik rijd niet meer op autostrades. Never nooit. Je gaat me daar heel veel geld voor moeten geven. Wil je mij nog ooit op een autostrade willen zien rijden? Want ik heb daar echt schrik van. Nu... Oké, die mens die stuurde mij eigenlijk van het kastje naar de muur en zo. En er kwam een dag dat hij zei van... Je moet nu nog even werken. Maar als je deze kabinet, dat net gevuld is, als je die volledig tot in Antwerpen brengt, heen en terug, dan mogen we ermee stoppen. Maar het was net spitsuur, het was net 4:30. Ik moest werken tot 5:00. En ik zei van ja... Ik ga dat niet doen, ik ga dat morgen wel doen. En die begon volledig te flippen van nee, je gaat dat nu doen en dit en dat en zo. En ik zei van wow, rustig man. Ik bedoel, op 3:30 heb ik in de spits niet mijn kabinet van Sint-Niklaas naar Antwerpen geleden. Heb ik alles daar niet gelost en dan ben ik niet terug. Dan besefte ik ook, ja, je gaat dat doen en je gaat dit. En die pakte mij echt vast aan mijn kraag, zo bam, keihard tegen paletten. Mijn eigen stiefbroer. En ik ben op die moment beginnen schreeuwen, ben keihard weggelopen, ben in mijn auto gestapt en ik ben naar huis gereden. En dat was eigenlijk hetgeen met mijn stiefbroer dat is gebeurd. En dat is tot nu toe nog altijd niet opgelost. Hij heeft ooit een keer gezegd tegen mijn moeder dat hij daar enorm spijt van had. Nu, kijk, als je zoveel spijt hebt, dan leg je dat bij met die persoon en dan kom je een keer af of dan spreek je een keer ergens af om iets te gaan drinken en of bij iemand thuis om dat gewoon uit te praten. Nu, je hebt daar niet veel tijd voor nodig, ook al is hij zelfstandig. Ik heb zoiets van, als je in, dat is nu al een goede 6 jaar geleden ongeveer, als je in 6 jaar lang nog geen uurtje kunt vrijmaken om dat met je eigen broer op te lossen, dan vind ik dat vrij zielig en dan weet ik ineens ook waar dat je prioriteiten liggen. Dus oké, dat was die job. Dan had ik nog een job en dat was eigenlijk mijn laatste job dat ik heb gehad. Dat was in een bedrijf waar dat ze zo zaagbladen en klokzagen verkochten en zo. En dat ging met mijn autisme. Waarom ging dat met mijn autisme? Dat was een heel klein bedrijf en wij werkten daar maar met 3 mensen. Ik, mijn ploegbaas en mijn collega. En dat ging keigoed. Ik werkte daar via IBO. Ik weet niet of dat mensen weten hoe dat IBO werkt, maar ik kan het even in het kort uitleggen. IBO werkt eigenlijk gewoon zo dat je eigenlijk een soort stage doet op je werk. Dus stel nu dat je IBO 4 maanden duurt, je opleiding, dan moeten ze je eigenlijk na die opleiding vast aanpakken. Dat is wettelijk, dat staat in het contract. Nu, daar kom ik direct op terug. Dus mijn stage, mijn IBO, is verlengd met 2 maanden. Dus ik had eerst 4 maanden IBO, dan nog een keer 2 maanden erbij. En dan hebben ze mij 6 maanden... Dus eigenlijk is het wettelijk, dit is wettelijk, zeggen dat je een vast contract krijgt na je IBO. Nee, dat is niet waar. Hetgeen dat je wel krijgt, is zolang dat je IBO gelopen heeft, die periode moeten ze je vast aanpakken. Dus bij mij, ik heb 4 maanden plus 2 maanden IBO gehad. Dus dat was 6 maanden. Dus dat betekent dat ze mij daarna 6 maanden vast moeten aanpakken. Dus dat hebben ze dan ook gedaan. Ik heb daar dan 1 jaar gewerkt. En op de dag van het einde van
die vaste periode zeiden ze gewoon van ja, kijk, we vinden niet dat je in het bedrijf hoort, dus we gaan je ontslagen. Ik heb mijn tijd aan moeten uitdoen, dat was niet zo lang. Dat was een week of vijf, denk ik. En nu dienen een ontslagbrief, mijn, de RVA en VDAB pikte dat niet. Want die zeiden van, hey, je hebt daar een jaar gewerkt en dan ineens gaan ze zeggen dat je niet hoort in dat bedrijf. Dat is gewoon fucking bullshit na een jaar. Dus dus ik terug naar dat bedrijf, heel de shit. Zulder hadden er dan iets anders opgezet, waardoor dat het wel in orde was dienen mijn voor te kunnen doppen, zo gezegd eigenlijk. Nu, ik moest daarvoor naar mijn vakbond, want mijn vakbond vond dat ook niet oké. Ik moest via de VDAB naar mijn vakbond, ik moest dat gaan uitleggen. Heel dat probleem met die IBO. En, dus ik leg heel mijn situatie uit, als ik het nu tegen jullie heb gedaan. En die mensen zeiden gewoon letterlijk tegen mij van ja, dat IBO-probleem, er zijn veel mensen dat doen. We herkennen dat probleem, maar ja, in elk systeem zit een fout, dus we kunnen er niks aan doen. Ik had zoiets van, ah ja, Gulder belooft mij eigenlijk een vast contract, maar uiteindelijk kunnen ze je nog gewoon ontslaan wanneer dat ze willen. Dus dat is gewoon fucking bullshit. Ik bedoel, met dat IBO spaart je ook niet, als je ziek bent in je IBO, dat wordt niet betaald. Als je, of dat moet nu al veranderd zijn, ik weet het niet. Je spaart ook niet voor je pensioen. Je krijgt ook, zolang dat je IBO loopt, geen vakantie en zo. Dus dat is allemaal fucking bullshit gewoon. En dat is maar voor één ding goed. Dat is omdat die IBO, dat wordt betaald door de overheid. Dus iets van over de 50% wordt betaald van de overheid. Dus eigenlijk heeft uw baas een super goedkope werknemer. En hij kan je ontslaan wanneer dat hij wilt. En ik weet van een goede collega, ik ga zijn naam niet zeggen, dat daar werkte. Gewoon dat ze gewoon na mij direct de week erachter een andere hadden op IBO. Dus die mens, die baas, die misbruikt dat systeem gewoon om goedkope werkkrachten te hebben, dan erna te dumpen en dan terug gewoon een nieuwe te pakken. Dus dat was kut. En dat was verschrikkelijk. Dat was mijn laatste werkervaring, eigenlijk. En mijn depressie was er nog steeds. Ik voelde mij verschrikkelijk. En zo werk vinden met hoe ik eruit zie en gekleed loop en zo. Ik bedoel, dat vol tatoeages en heel de shit zoals jullie allemaal wel hebben gezien. Het was niet simpel en zo. Dus dit is een beetje mijn redding geweest. Ze zeiden bij de VDAB van, weet je, we gaan je papieren laten invullen. Dan kun je gewoon naar de psychiater gaan en dan zien we het verder vandaar. Dat is nu ongeveer al een 5 jaar geleden dat ik ben nog altijd bij die psychiater en zo. Die mens helpt mij wel, die mens probeert mij te snappen en zo. Natuurlijk, je kunt dat niet zomaar snappen, zoals ik zeg van, het is niet, allee, weet je kunt dat proberen begrijpen, maar je kunt dat niet snappen, omdat je hebt dat zelf niet gehad. Het voorbeeld dat ik in het begin van de video aanhaalde van een vrouw dat haar kind verliest, dat is erg, maar je kunt niet weten hoe erg dat is. Gewoon omdat je zit niet in die situatie en zo. Dat is het een beetje bij depressie. Je kunt dat niet, ja, je weet het gewoon niet. Nu, heel dat autisme gedoe kwam terug boven bij die psychiater. Die mens heeft al die papieren van dat centrum, het Veer, waar ik vroeger naartoe ging, opgevraagd. Nu, ik ben getest op autisme. Het bleek dat ik autisme dus heb en zo. Dus het gaat niet simpel worden om terug verder te gaan. Nu, nog twee dingen dat in mijn leven vrij recent zijn gebeurd is. Mijn moeder leerde iemand kennen. En dat is allemaal oké. Ik bedoel, dat is ook haar goed recht en zo. Ons ma is ook al een beetje ouder, dus ik gun haar geluk wel. Maar dat betekende wel dat ons moeder ging samenwonen met die man. Dus dat betekent ook dat ik afscheid een stuk moest nemen van mijn moeder. Nu, ik zie ons ma nog 2 keer per week, dan komt ze af om te babbelen, een keer te wandelen, een beetje te kuisen. Weet je, zo'n dingen, dus ik zie ons ma nog wel. Daar niet van. Maar het is hard om ineens
Ja, alles zelf te moeten doen, hè. Zelf alle rekeningen te betalen, zelf te kuisen, elke dag te koken voor jezelf en zo. Dat is een hele aanpassing. Maar ik had nog een vriendin toen. Ik heb 8 jaar lang een relatie gehad. En dat hoor je ook, hè. Dat is een jaar geleden gestopt eigenlijk. Zij zei dat ze het niet meer zag zitten met mij. Dus dat was heel hard voor mij. Dat was nog altijd heel hard voor mij, want dat was voor mij echt de vrouw van mijn leven. Ik zeg dat eerlijk. Dat was alles wat ik in iemand zocht. Dat ging ook goed. We hebben elkaar nooit bedrogen. We hebben elkaar nooit voorgelogen. Er is nooit iets gebeurd en zo tussen ons. Nooit iets drastisch. Dus die relatie, die ging voor mij goed. Nu kijk, er zullen wel dingen geweest zijn waardoor dat zij wou dat het stopt en zo. Dus weet je, dat is oké. Ze kiest dat ook zelf. Het is niet omdat je in een relatie zit dat je, moet ik het zeggen, dat je het bezit zijt van elkaar. Dat is dus totaal niet zo, vind ik. Maar oké, dat kwam dus dan wel weer dicht tegen die depressie. Dat ik in 1 jaar tijd eigenlijk twee van de enige mensen waar dat ik echt nog contact mee had, frequent, ineens verloor. Mijn moeder, want die ging samenwonen bij haar vriend. En mijn vriendin, dat het uitmaakte. Dus dat was beenhard. En nu zit ik hier, nu woon ik in dit huisje. Ik woon hier alleen. Om eerlijk te zijn, elke dag is weer een strijd tegen heel veel bullshit dat in mijn kop omgaat. Heel veel negatieve gedachten en zo. En om eerlijk te zijn, ik heb wel suicidal thoughts. Dat is echt zo. Like als, moest ik de zorg voor mijn katjes niet hebben en moest ik mijn moeder niet hebben, denk ik dat ik er een einde aan had gemaakt. Omdat ik heb zoveel shit meegemaakt in mijn leven. Ik ben moe van het leven, jongens. Ik ben echt heel moe. En elke dag is een battle. Like als ik pak medicatie voor mijn depressie, ik pak medicatie voor mijn angstaanvallen, voor mijn autisme. En ik pak medicatie voor mijn maag. Ik pak dezelfde medicatie dat mensen dat chemo krijgen om niet te moeten overgeven. Zo erg is het. Het is echt erg gesteld met mijn maagprobleem. En dat is verschrikkelijk. En de ene moment komt dat op en de andere moment komt dat niet op. En het is gewoon, dat is het gewoon eigenlijk. Dus ja, mijn leven is vrij kut. Op dit moment zie ook niet direct vordringen, want het hangt allemaal af van die psychiater, over de medicatie die ik krijg, over wat ik doe. Als ik slaap heel veel, maar dat heeft te maken met mijn depressie en zo, dat weet ik nu. Mijn psychiater heeft dat gezegd, dat normaal is. Ik zit met die rugpijn ook, waardoor dat ik gewoon niet alles kan doen. Als ik bijvoorbeeld langer dan 1 uur stap, moet ik me even neerzetten. Dat is gewoon zo. Dat is hoe dat mijn rug is. Ik kan daar niet aan doen. Dat is door dat ongeluk. Dus ik heb heel veel shit. Oh my. Even een kut momentje. Kom. Ik heb heel veel shit in mijn leven dat niet gaat, of niet ging, hoe dat ik wou dat het ging. Nu, ik moet er wel mee leven. Ik moet er gewoon door. Like als het zal een heel lange tijd duren voordat ik terug een relatie heb nu. Broer, ik heb net een relatie gehad, 1 jaar terug van 8 jaar. Dat voor mij, ja, alles was wat ik zocht. En om nu terug iemand te vertrouwen, om nu terug weer iemand te leren kennen en zo, en dat is gewoon te vroeg. Ik kan dat niet aan. Gewoon ook omdat er zijn nog avonden dat ik in mijn bed gewoon lig te janken voor mijn ex en zo. Dus het zou niet eerlijk zijn om iets met iemand te beginnen terwijl dat ik dat nog allemaal heb en voel en zo. Dus ja, nu weet Gulder een stuk van mijn leven. Een heel groot stuk van mijn leven. Vooral wat er is misgegaan in mijn leven en zo. Ik ga de comment sectie in deze video ook gewoon aan laten staan. Ik wil niet dat je medelijden hebt met mij, want er zijn, zoals ik zei, veel ergere dingen om mee te maken in het leven en zo. Dus, maar ik laat de comment sectie open voor moest er iets zijn, moest je nog met een vraag zitten,
Wilt je over iets babbelen? Ik heb social media, ik heb Facebook, ik heb Twitter, ik heb Instagram. Volg mij op Instagram op TRC_live. Op Facebook noem ik Tom's Retro Corner TRC_live. Op Twitter noem ik ook gewoon TRC_live. Dus ik bedoel, er zijn genoeg manieren om mij te contacteren als jullie dat echt willen. Nu, hetgeen dat ik met deze video wou bereiken was niet dat je ineens heel depressie en mijn ziektes en zo, dat je dat ineens snapte. Nee, ik wou gewoon bereiken dat je er misschien een klein beetje begrip voor hebt. En als er mensen het moeilijk hebben of die zitten met iets, kunt ten eerste altijd bij mij terecht. Wat dat er ook is, kan ik het probleem oplossen? Waarschijnlijk niet. Maar ik kan er wel zijn voor jullie om te luisteren, om eventueel iets af te spreken, om stomweg te gaan wandelen. Weet je, dat kan veel doen met een mens. Dat als ik babbel ook heel veel met mijn psychiater en zo, en dat doet wel wat met een mens. Dat is zo. Dus, ja, dit is gewoon nu hoe dat het is. Dit is hoe dat mijn leven loopt. En hoe dat ik nog waarschijnlijk een hele lange tijd zal moeten leven. Gewoon van dag tot dag vechten tegen mijn eigen kopje. En tegen het leven. Ja. Dus kijk. Ik zie dat de video was bedoeld voor een 20 minuten video te zijn. Ik zie dat het kan het dubbele is. Dus het spijt mij. Als je tot hier zo lang hebt volgehouden. Mijn verhalen en zo. Dank ik jullie allemaal om te kijken. Voor de rest heb ik niet veel meer te zeggen buiten één ding. Is er iets of zo? Voelt je u niet zo goed in je hoofd? Zit je met donkere gedachten? Alsjeblieft zoek help. Want het helpt echt. Echt waar. Een beetje medicatie of nog maar weg. Gewoon weg. Stomweg een keer babbelen met een psychiater of een psycholoog. Het kan helpen. Het kan uw leven redden in sommige momenten. Want ik heb voor een brug gestaan. Dat ik dacht van nu spring ik eraf. Dat was het moment dat mijn moeder weg was en mijn vriendin was net weg en ik zag geen uitweg. Ik zit hier alleen in dit huis. Ik zie, ja, door corona zie ik nu ook gewoon zo goed als niemand meer. Ik heb een paar goede vrienden dat af en toe eens langskomen. Maar dat is niet hetzelfde als een moeder dat je constant bij je hebt. Of dat is niet hetzelfde als een partner dat je constant bij je hebt. Dus ja, dat is het een beetje. Nu kijk, ik ga de video afronden. Het is ongeveer een 38 minuten video geworden. Ik dank iedereen dat tot hier heeft geluisterd. Dank ik echt waar. En ik hoop dat je het een beetje snapt gewoon met wat ik zit. En met wat ik moet leven. Dus ik dank jullie allemaal om te kijken. En ik zie jullie graag in de volgende. Hopelijk een leuker onderwerp. Maar in de volgende video. Dus met je allemaal om te kijken. En tot de volgende video. Yo, salutjes.